Het honigterrein bestaat 4 jaar en niet geheel verrassend was het voormalig fabrieksterrein 4 jaar geleden inzet van de gemeenteraadsverkiezingen toen. Nu wordt het jubileum gevierd met verschillende activiteiten, maar hoe lang? Dat weet niemand. Het terrein werd destijds tijdelijk bestemd, maar in de politiek wordt volop gespeculeerd over de toekomst van het honigterrein. Maar eerst is er dus feest.